Dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Bruin Weerman. Het is vandaag 30 juni. Alvast, het spijt me dat ik de afgelopen 2 dagen niet heb gevlogd. Maar vandaag is het 30 juni. En als ik vandaag de camera niet had gepakt, had ik echt spijtig gevonden. Want het is vandaag 30 juni. En het is vandaag om 9 uur 's ochtends. Straks heb ik mijn eindmusical. Echt. Ik ben een beetje zenuwachtig, maar ik heb er wel heel veel zin in. Dus straks om 9 uur heb ik mijn musical. En dan hoe ik het doe is dan wordt het via een livestream. Naar mensen die het uitgenodigd daarvoor kan, kunnen andere mensen hem kijken. Dus ik vind het heel spannend. Maar natuurlijk gaan we eerst even lekker ontbijten. En dan gaan we straks naar school en dan mijn musical. Ik vind het heel spannend. Ik heb vandaag ook een hele leuke dag. Ik ga vanavond nog logeren bij mijn opa en oma. Maar eerst even ontbijten. Het is met iets over 8 en ik ga mijn schoenen aan. En dan ga ik over, denk ik, 5 minuutjes weg. Echt. Oh, dan heb ik straks al een musical. Super veel zin in. Dus ja. Echt heel veel zin in. Het is met 8:10. En ik moest dus nog heel even naar de apotheek. Omdat ik dit nodig heb voor de musical. Dus ik ging iets eerder weg dan normaal. Maar nu ga ik dus naar school. En dan over 50 minuten is de musical. Super veel zin in. En dus deze heb ik toen ik even in mijn tas. En dan ja, ga ik naar school. Het is nu iets over 11:30. En we hebben de hele musical gedaan. Nu gaan we buiten spelen. En het was echt super leuk. Want ik moest eerst de hele musical doen. Alleen voor de ouders die via de livestream keken. Was het dus niet goed. Geluid. Ze moesten net weer allemaal scènes opnieuw doen. En het was dus ook, toen moesten we de laatste scènes doen en eerst de eerste en daarna gelijk naar de laatste. En dan moest ik me dus heel omkleden, heel snel. Maar volgens mij is het gewoon goed, prima, gelukt. En nu kunnen we dus laatste filmen kijken. Dus we gaan nu even uitspelen. Het is nu moment iets over 2:30 en ik ben thuis aangekomen. Echt een superleuke dag gehad vandaag. Er is nog een eindcadeau gekomen. Ook echt. Heel mooi en nu is het gewoon ja. Morgen nog laatste dag. En dan is het klaar. Meer kan ik niet al zeggen. En dan ben ik voor de baas gewaf en heb ik 6 weken vakantie. En daarna moet ik naar de middelbare school. Ja, meer kan ik niet al zeggen. Nu ga ik even chillen. Dit is dus een boek die ik heb gekregen van school. Er staan dus alle kinderen van mijn klas uit. En dan kun je dit eens kijken. Dus hier, kijk, ik ben heel jong. Dus even, mijn ouders hebben die foto's opgestuurd. Er staat hier nog een verhaaltje. Lees ze maar. En dan... Ja, dat heb ik dan gekregen van school. Ik vind het echt superleuk. Ja, echt superleuk. Het is weer met iets over 4. En ik moet mijn tas inpakken voor het logeren. Want tussen heeft hij met zijn klas vanmiddag een barbecue. En... Ik moet morgen nog naar school en het gaat tot diep in de avond door, denk ik. En ik vind het sowieso niet leuk als ik kom. En dus ook maar niet slapen. Dus ga ik naar open mama toe. Want dan stoor ik hun niet, stoor hun mij niet. En kan ik morgen gewoon weer vries en vrijdag naar school. Dus ik ga mijn tas inpakken. En dan ga ik naar open oma. Zo, ik ben op dit moment bij opa en oma aangekomen. Ik moest om 4:30 weg. Alleen ik ging om 4:50 weg, omdat knetterhard gaat regenen. Dus hier ga ik vannacht slapen. Dit is nog voor mijn kleine nichtje, als die hier komt, een keer komt. Dus ja, ik heb er zin in. Dus nu even lekker chillen en dan, ja. Ik zie wat ik nog meer vanavond ga doen. Ik ben nu lekker tv aan het kijken. En hier wordt hamburgers gemaakt. En dan is opa nu patat aan het halen. Dan gaan we ze lekker eten. Maar nu in deze tijd nog even lekker verder tv kijken. Kijk, huisherrie. Het is met 6 uur. En we hebben net al gegeten. Lekker patat. Met hamburgers. En nu gaan we net 6 uur journaal kijken. Want dat doen we open allemaal, dat kijk dan precies om. Je gaat dan eerst eten en om 6 uur het journaal kijken. Dus dat ga ik nu ook maar even doen, hè? Meekijken. Het is nu met 8:15 en we hebben net de hele tijd tv gekeken. En
We gaan nu nog even verder tv kijken. Echt, ja. Weer doe ik ook niet vanavond. Maar ik vind het toch wel heel leuk hier. Maar ja, ik heb natuurlijk een foto van Tristan. Van dat hij aan het barbecue was, dus. Ja. Ik ga verder tv kijken. Aina. En ingooien, een meter of 10. Het is nu met 8:30 en ik ga naar even tv kijken. En dan ga ik zo naar bed. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Doe een duimpje omhoog of geniet abonneren op mijn kanaal. Hier beneden klik op het belletje om niks te missen van al mijn video's die online komen. Even volg me ook even op TikTok, Pepijn Weerman. Even dat wil ik wel even zeggen. En dan zeg ik, zoals altijd, ciao.